maart 1999 werd hier, in het Pratus in Veren, Chanticoor het Veerse scheepstuig opgericht. Dit is een van de oudste foto's van het koor, gemaakt in het Pratus eind 1999. Sindsdien wordt hier, in de gymzaal, door het Veerse scheepstuig gerepeteerd. Zo ook op woensdag 20 maart 2024. Het was een bijzondere avond, want het koor was jarig en bestond die dag 25 jaar. En dat jubileum gaat gevierd worden met tal van festiviteiten. De avond begon met een korte repetitie. Want zingen, dat doet het tuig maar wat graag. Aan het slot van de repetitie werd stilgestaan bij de leden die het koor zijn ontvallen. En het leek ons wel gepast om even een minuutje stilte te houden ter nagedachtenis van die leden die uiteindelijk ook dit koor tot ons koor gebracht hebben wat we nu hebben. 1 minuutje stilte graag. Oké, dank jullie wel. Hierna verliet iedereen de gymzaal op weg naar het Pratus. Daar werd door de voorzitter, Rob van Keulen, een toast uitgebracht. Oké, dames, heren. We toosten op het Veerse scheepstuig. Een prachtig chanticoor. 25 jaar bestaan. We hopen nog een groot aantal jaren door te kunnen gaan met elkaar. Proost. En geniet van deze mooie avond vanavond. Vervolgens werden door Jaap en Luc de plannen voor dit jubileumjaar toegelicht. Zo staan er heel wat memorabele concerten op het programma. Met als hoogtepunt het jubileumconcert in de Jacobskerk in Vlissingen op 28 september. Een ander hoogtepunt wordt het feestweekend in juni in Veren, waarbij Klipper de Avontuur als varend clublokaal zal dienen. Dat was eigenlijk wat mij betreft voor dit jaar even een beeld wat we gaan doen in grote lijnen. Dus ik hoop dat jullie dat ook zo zien en dat we met z'n allen er een mooi jaar van gaan maken. Dankjewel. Na deze toelichting was er nog genoeg tijd voor een borreltje. Het gaat een fantastisch jaar worden met veel leuke evenementen en mooie concerten. De kelen worden alvast goed gesmeerd. Misschien vannacht om 4 uur.